Verschillende organisaties in Tiel hielden zich zaterdag 24 maart bezig met het opruimen van zwerfafval. Dit deden zij in het kader van de landelijke opschoondag. Wat we vandaag gedaan hebben, we hebben zakken, we hebben zeg maar met knijpers allemaal viezigheid opgeruimd en zo. We hebben heel veel kranten uit het water gekregen. Want iemand heeft ook een dood beestje gezien, want we zagen in de kiezen zeg maar, zagen we een beetje papier. En toen zei ik, oh, die heeft vast papier opgegeten. Dus die is in het papier dood gegaan. Dus ik vind het ook heel goed en belangrijk dat mensen helpen met Tiel schoonhouden. Want iedereen zegt van, waarom sterven die beestjes uit? Ja, dat komt omdat iedereen afval in het water gooit. Bij Scouting Phoenix werd bovendien een bod onthuld waaruit blijkt dat deze vereniging zich actief inzet om in eigen park zwerfafval vrij te houden. Dit initiatief vanuit de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen krijgt binnenkort navolging bij tal van andere sportclubs en verenigingen in Tiel. Goed mensen, mag even de aandacht. Vandaag is het een toch een redelijk bijzonder moment. Ik sta hier namens de gemeenteraad van Tiel, namens de raadswerkgroep Wonderschoon Wonen. En het heeft mee te maken dat wij eigenlijk met elkaar, met onze inwoners, Tiel schoner willen krijgen. En dat doen we met een hele leuke actie. We gaan borden plaatsen. Straks wordt die onthuld door twee heer scouts. En die borden staan eigenlijk voor dat de club, met de clubkleuren ook, zal ik straks zien dat er ook op zit, dat die club gezegd heeft, wij gaan in Tiel, gaan wij ons terrein schoonhouden en ook de omgeving. En vandaag is Scouting doet de aftrap, want Scouting heeft al heel veel schoongemaakt in de Hennepin omgeving. En dat gaan we dus vaker doen.